RTL 5. Een programma van Kees van der Spek. Over een vrouw in Suriname die schijnt een man opgelicht te hebben. Dat hadden we eigenlijk gisteravond kijken, maar ik was toen bezig. Dus, oh my god, ze valt gewoon met de hand in het toetje. Dus misschien kunnen we het straks kijken. Oeh, mami! Niet doen, dat is vies. Je maakt me vies. En dan kunnen we het even erover hebben, want ik ben erg benieuwd. In de wachtkamer, ik klaag al een tijdje dat ik mijn huis voor wil maken. En dan ga ik door met Biggen. Heel veel mensen denken, oh, waarom gebruik je Biggen echt slecht? Ik gebruik het al jaren, ja. Maar het is nog steeds op mijn hoofd. Dus het komt vast wel goed. En ik vind het gewoon... Kijk, prima. Dus dat gaan we eventjes doen. Alleen, even kijken wat die verhoudingen ook weer zijn. Oh ja, 5 van die dingetjes. Dus dan is dit kleine potje een soort van haarkleur. En dan moeten er gewoon 5 van die maatbekertjes bij. Inner stopper excluded. Okay. En dan moet je deze, 5 van deze, wat is het? Ik weet het niet. Maatbekertjes, mini maatbekers. Vul je. Maar ik vraag me af of ik wel genoeg heb voor mijn al mijn haar. Wat moet je aan het doen? 4. Ik ga mijn haar verven. Dan wil ik het gewoon doen. Mag ik het doen? Gewoon heel leuk. Ja, ik heb ook mijn grijze haar op mijn hoofd, man. Ik word echt oud. Nee. Mijn lieve manier. Omdat als er verf over ergens op, dan word ik echt chagrijnig. Geloof me. Aan mijn kapper en heel wat aan die. Ja, een kapper. Oké, okay, nee. Sis. 1. Ik heb 2 trouwens hoor. 2. 3. 4. Nou, dan gaan we even mixen, kijk. Mix het. Oeh, het stinkt. Niet ruiken aan verf, dat is vies. Nee, maar er zit geen... geur in. Ja. Mijn haar verven, lekker al die grijze draden uithalen. Dacht ik even mijn wenkbrauw doen op mijn bovenlip. Ik moet nog even eens kijken of ik zeker zondag een witte jurk aan doe. Want zondag speelt Kiem de première van de bodyguard. En ze zijn erg enthousiast. En zondag heb ik 7 jaar keer met Deki. Dus we gaan samen. Dus dat is gelijk onze date. Strak in pak. Date naar de bodyguard. En ik ben derde wiel. Jen is derde wiel. Maar ja. Maar ik word gewoon gezien als eerste wiel, ja. Dat is wel leuk. Waarom zijn het jij niet in Nederlands doen? Nee, dat is wel Nederlands. Oh, ja. Weet alsjeblieft die dingen van me weg of wacht. Ja, maar gelijk opruimen, want als ik die spullen niet opruim, ik zweer, de hand wordt echt boos, hè. Echt zeggen, jij maakt echt top en zo. Je ruimt niks op. Zo, weggegooid. Nou, ik denk dat dit nu... dit is het. Ik weet niet of ik het ga redden, man, voor mijn hele haar. Ik kan het lijden, maar ja. We gaan het zien. Ondertussen zal ik een of ander truitje aandoen. Niet meespelen. Ja. En dan gaat hij mijn huis weer hebben. Benieuwd. Dus loopt ondertussen. Even mijn snoer en mijn wenkbrauw te wachsen. En Don is het daar niet mee eens. Don, wat vind je ervan? Je lijkt een wibble. Hm?
Kijk, hier een hele lijn wax. Ik kan maar zeg je niks? Aan uw wax zo. Hij zegt niks. Dat kan ook. Dat kan ook, dat hij niks zegt. Moet ik de camera vasthouden? Kijk naar zijn zure gezicht, hè? Check. Moet ik er vanaf krijgen? Mm-hmm. Hij is nu goed, hoor. Oh. Ben je geen haar verven? Ja, ik heb wat met op haar. Waar is het kind? Het kind nog wel, hè? Mogen we even de haren? Oké, ik heb mijn wenkbrauw even gewaxt op mijn bovenlip. Ik heb mijn gezicht vast scrubben, maar dit gaat eigenlijk mijn gezicht verven. En ik had... Oh, lekker. Ik had volgens mij eerst mijn gezicht even nat moeten maken. Maar ik wil hem eerst even droog scrubben, omdat... Ik heb hier onder wat littekens, want sinds ik bij zo'n derde coat heb gehad... krijg ik af en toe mijn freaking haar in mijn kin, op mijn kin. En het lijkt wel alsof dat er meer wordt. Ik gebruik eigenlijk alleen maar voornamelijk. Nou, ik zou zeggen voornamelijk. Ik ga weer over op natuurlijke producten. Vegan, biologisch. Ik gebruik koffie scrub. Gewoon voor de action. 2 euro. Die heb ik dus nu. Maar dit gebruik ik eigenlijk nog. Ik heb gewoon even niks anders. En ik had gewoon even een scrubje nodig. Oh, lekker. Dat zou je ook moeten doen. Hierna ben jij aan de beurt en je weet het, ik ga je aanpakken vandaag. Ja? Maar niet met dit, want dit stinkt naar koffie. Ja. Hij is wel een fijne korrel, dat is wel heel fijn. Wat ik eigenlijk dagelijks gebruik is Fenty. Fenty is ook vegan en organic. Maar, even pak even, pak even die watjes voor me daar. De Waar? Dan gebruik ik dit. Gewoon face wash van Fenty. Die ga ik straks nog even gebruiken. En dagcreme van Fenty. Dus dat moet ik ook nog op poren. Maar ik ga eerst even scrubben. Dan ga ik daar dat schoonmaken. Daddy. Alles uitknippen. Ga ik weer alles schoonmaken. Dan ga ik doen ondertussen even mijn haar voor me verven. En ik dan ga ik douchen. En dan ga ik alles weer eraf. Haal van mijn gezicht, dat is het plan van vandaag. Ik heb ook nog een soort van masker / face cremetje van... Is het Too Faced? Ik weet het niet. Maar dat is ook een biologisch product. Maar ik moet even kijken waar ze zijn. Oké, dit is echt voor nu. Oh, het brand. Ik had het alcohol hierop gezet. Dit is leuk voor de van de thumbnail. Oké. Ik heb nu alleen nog maar gescrubt. Sommige mensen zeggen, oh, wat is het jammer voor je gezicht? Niks. Niks bijzonders. Dus letterlijk, ik heb het nu even gescrubt met de koffiescrub van de Action. En Fenty. En ik heb nog een soort van iets van een Fenty hier. Maar ik heb ook nog een grote ergens staan. Ik weet niet eens waar. Maar ik gebruik het niet eens altijd. En voorheen, ik moet eerlijk bekennen hoor. Ik was echt altijd tegen deze. Dit is gewoon een tonic. Voorheen ging ik echt naar een schoon salon en deed ik echt de duurste behandelingen. En ik kocht cremmetjes van 400, 500 euro. En toen kwam corona en toen ben ik er eigenlijk mee gestopt. En toen... kanonnen. Toen kwam corona en toen ben ik er eigenlijk mee gestopt. En toen heb ik eigenlijk niet meer zulke dure, gekke cremmetjes gehaald. En toen ging ik eerst nog even een tijdje over naar die van de Kruidvat, weet je wel, die tea tree. Die we samen hebben gekocht. Ja. Maar daar, toen was ik dan niet zo tevreden mee. En toen... Oh, kijk dan. Doe we? Heb ik eigenlijk nu... Fenty. Ja.
Waarom die? Nee, maar dit is gewoon van de Asian school, aloe vera gel. Oh, zo lekker. Ja, dus ik heb nu gewoon venten en ik doe niks elke dag ook op de avond gewoon zich wassen, schoonmaken enzovoort. Af en toe scrub je er overheen. En dat is het. En ja, ik heb vaak een puistje en ik heb wel eens een vlekje. Maar hey, wat het ergste is. Nee. Kia gaan we ook straks even doen, want Kia nu begint allemaal jeugdpuistjes te krijgen. Ja, ik ga ze lekker scrubben en dan ga ik de huid, de neus, helemaal alles uitknijpen. En dan een heerlijke spa op deze fantastische bed. En dan geloof het of niet, maar daarna krijg ik al 1,5 uur massage. Geloof jij het? Goed zo. Ik heb je altijd geleerd om je te komen te geloven. Dit is geen droom. Deze droom wordt werkelijkheid. Okay. En weet u wie mijn masseur wordt? Masseusje? Ja. Nou, ik ga even kijken waar de rest is. Eens met die tijd. Oh, dan heb je bed opgemaakt. En dan ga ik Christus dopen. Dan moet ik gaan. Okay. Sinerij was weer de vader aan het helpen. Nee. Dan moet ik nog alleen even de kussens op het bed doen. En dan is het bed opgemaakt. Nou, ik wacht even op Don. Keel, je vader had alleen kussens lopen pakken. Hij is zo weer terug. Ik wacht op Don omdat hij mijn haar komt verven. Ja, mensen. Ik heb één gekke opruimziekte. En ik heb gewoon de trappetjes naast waar de kinderen zo hun haar kan met mijn make-up of zo doen. Heb ik net alles om mijn ding weggegooid. Even netjes gemaakt. Ik doe het even zo. Hier heb ik allemaal dingetjes. Nog meer dingetjes in mijn parfumpies. Hier nog meer parfumpies. En daar gewoon topjes. Dat heb ik net even gedaan. Don heeft ondertussen weer even zien de kledingkast weer leeggehaald. Ik heb allemaal leuke spulletjes gevonden weer. Maar ook dingen die te klein zijn. En ook sommige die ook nieuw zijn. Die ga ik allemaal weggeven. Andere babytjes. En nu ging dus maar, gaat Don dus mijn haar verven. Maar ondertussen als hij dan klaar is. Nee, ik zeg het verkeerd. Nu gaat Don mijn haar verven. En als hij dat heeft gedaan. En de verf trekt in, ga ik de badkamer beginnen met allemaal dingen weggooien. Borstjes gemaakt enzovoort. Dit is mijn kapper. Zie. Ik heb gewoon weer een oud shirt aan. En dan Ik heb een andere watje. Nou, we gaan zo zien hoe het geworden is. Mijn haar zit in de verf. Ondertussen ga ik even alle kastjes van de badkamer even schoonmaken en leegmaken. Ik heb eigenlijk een beetje trek, maar ja, ik kan niet per se wat eten. We kijken zo wel. Goedemiddag. Ik was aan het werk. En door naar de kapper, want ik dacht dat ik thuis met de kinderen. En hij is hier gekomen met een bosje bloemen. Dat is echt heel lief. Wat mooi. Yes. Waar heb ik dat aan te danken? Aan je harde werk, aan je goede moeder zijn, goede partner. En dat je voor je zelf hebt gekozen. Zo lief, dankjewel. Dat vind ik heel lief. Thank you. Als du. Heb je een paar keren betaald? Nee, ik ga ook gelijk door. Hij gaat weer weg. Ik ga naar mijn kinderen toe. Oké, ik zie je vanavond. Mm. Ik heb net een ding gegeten van gisteren. Wat? Die Hello Fresh. Wat was dat? Die aardappel. Oh, die puree. Dat was lekker, man. Dat is goed, ja. Ja. Oké, lieverd, tot vanavond. Doei.
dat is echt heel lief. Dat vind ik lief. En dan mijn werk is gekomen en een bosje bloemen voor mij heeft gebracht. Oh, wat mama moet ik dit eraf halen? Zo'n... Nou, dat ga ik dus eventjes doen. Voor de rest heb ik niet zoveel gedaan. En ik ben gisteren nog even naar de kapper geweest en mijn camera was dus leeg. Maar morgen, omdat ik dus aan de première van mijn kindermusical. Maar ja, mijn kapper is in het weekend nooit open, dus het was gisteren of niet. Maar ja, het ziet er natuurlijk al nu weer niet uit. Dat wordt nog wel. Dag, ik ben thuis. Ik heb bezoek. En kijk wat mijn bezoek heeft gedaan. Die was kip aan het bakken. En die bedenkt even, ik ga daar even spatteren. De dader. Kijk, en ik heb dingetjes in de... Nee, we gaan even fixen voor dat ding thuis. Oh! Zaten er maar 5 stuks in die dag? Ja. Ik dacht dat er meer waren. Oh, ze... Auw! Zie je? Wat zit er in deze kip? Peper! Ja. Dat weet je toch? Maar wat zit er... Waar is Kian dan? Ze komt eraan. Het is een weer water tijd. Ja. Dus je maakt iemand meer op de sterk. Ik ben alleen. Nou, dan afgaan naar drie. Want je simica wil je zeggen. Even eten dan. Ja? Gaat dat niet verder? Die kinderen kijken zo één. Nee. Nou, dit is toch niet voor kinderen? Nou, jongens. Nee, dat kan echt niet, hoor. Ik ben niet hoor. Zal je nee weer drinken laten? Hé! Hey. Hé! Hey. Je gaat nu echt niet stofzuigen. Wanneer gaan we... Als het... Wel of niet? Ja, wel. Als het water is, dan is het ook in de mat. Met zo Oké, jongens, ik heb een drankje. Waarom? Waarom? Waarom drink jij? Om wat te vieren? Heb jij wat te vieren? We moeten door, we moeten door. Heb jij wat te vieren? We moeten door, we moeten door. Cheers! Proost! Op een happy share! Nee, we moeten wachten tot 12 uur, vrienden. Wat was het? Oh ja, daarop wachten. Ja, zie je. Ik zou heb je hoor voor jullie zingen. Waarom? Zet Lola buiten, laat die jongen hier. Waarom? Ik weet het. Ze heeft het huis van de sleutel al een paar jaar. Oh ja! En jullie hebben een anniversary. Een anniversary, ja. Bijna spin, zo. Bijna schop je van. Kijk, dit bedoel ik, ze helpt. Ze helpt. Snappen jullie dit? Snappen jullie dit? Nee. Dat is mijn telefoon! Zie je wat ik bedoel? Ja, dat is er gebeuren zoveel dingen. Kijk, deze lacht hier. Deze lacht Lola uit. Tinerij lacht Lola uit. Hier wordt gevoeld aan een staafje. De implanon, jongens. De implanon. Jullie voelen aan mijn ring. Hier is Spiderman. Kom maar, dus reden gaan we ook even voelen. Ik dacht, wat is hier nou? Nou, vandaag heb ik 7 jaar... Vandaag heb ik 7 jaar verkering met Don. Happy anniversary! En dit is nog steeds verkering. Want ik ben nog steeds niet getrouwd. Nee, precies, Don. Don. Ik heb nog steeds geen ring. Ik ben niet onder de indruk. Dus hij is nog steeds mijn vriend. Niet mijn man. Nee, die is vriend. Partner. Oh, hij is mijn partner. Ik kan niet met de partner. Hij is nog steeds mijn partner.
Maar ik ben wel heel, baby, ik ben wel heel blij met je. Ben je ook blij met mij? Is het negatief? Maar zo gaat dat. In de hulpverleningstraject gaat het eerst het slechte doen, dus dan het goede inmiddels. Maar ik denk, wat is deze gozer? Wat zou jij dat doen? Oh, nu pas, nu zit je in iets goed. Nee, dat je gaat de app liggen voor bed. Ga naar buiten. Locatie buiten. Wat nou, ik ga zomaar douchen naar bed. En ik ga maar hopen dat ik ooit nog een ring krijg. We gaan ervoor zorgen. We hopen dat ik iedere dag echt iets kan doen. Wat? Vandaag. Kan je er gelijk blokkeren? Zie je dit? Baby valt is nog zo klein. Kan 5 maanden. Ja, dat is welkom. Maar mij zullen gewoon niet nog op proud of you. Ben je wanneer gaan met me trouwen? Wil je wel met me trouwen? Ja. Donovan, ben je wel met me trouwen? Ja. Ik wil. Ja. Waar is mijn telefoon? Ik weet niet wanneer. Maar ik vraag, wil je wel met me trouwen? Ja, ja, ja. Vraag je me nu. Nee, ik ben gek. Wil jij wel met me trouwen, is de vraag. Ja, nou, ja, ja, ja. Nou, het is zo die, nou, je blijft gewoon mijn partner en na 10 jaar, als we binnen 10 jaar zijn, dan moet je in de serre gaan wonen, hè? Dan ben je roommate. Degradatie. Wat ben ik roommate? Deze zegt ook dat hij met me wil trouwen, maar ik krijg nog steeds geen ring, hoor. Ja, van zeggen hebben we niks. Ik heb nog steeds die promise ring. Ik heb niet eens een promise ring. Oh. Zielig, hè? Is dat tegen haar? Wat zei je? Is dat tegen haar? Prachtig. Waar zijn ze? Ja, je moet er vragen. Maar nu vraag je niet. Nu zeg je iets en je vraagt niet. Ja, maar deze vraag niet. Dit is ik al weggegooid, hè? Nee. Hoor daar. Omdat het geen verlovingsring was, het wou niet bij me blijven. Een promisering is geen verlovingsring. Daar was... Nee. Maar daarom moet je verlovingsring gaan kopen. Gaan we mijn kind weg. Ik moet weg. Mama, 12 uur gaan met je kind op straat. Ja, ik ga weg. Klopt wel. Hey, ik zie jullie, ik hoor jullie. Doei, is goed. Doei. Hey, hoe gaat het? Blijf jij buiten met je kind slapen of wat? Zeker niet. Oh. Niet in mijn bed, hè, partner? Ik ben Biggie Lola. Ik ben geen moslim. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb gisteren een erg zinnige avond gehad met mijn vriendinnen. We beginnen om 2 uur naar bed. Helemaal kapot. Jenny zit erachter, want onze ster heeft vandaag de première. Heb je een jurk bij je en je schoenen? Ja. Oké, ben je ready? Ja. Ze speelt vandaag de première voor de pers en voor weet ik het allemaal mensen. En we zijn erg benieuwd. Dit is Don. Hij heeft ze 12-delige pak aan. Nee hoor, hij heeft gewoon wel een pak aan met rood. Kian heeft een zwart jurk met glitters. En ik heb ook een zwarte jurk met glitters. Ik koop er geen BH aan. Dat belooft heel goed. Ik heb even een doekje nog op mijn hoofd. Want je weet het, ik had mijn haar natuurlijk al vrijdag al gedaan. Het is vandaag zondag. En vanmorgen leek ik gewoon op een krekel die had gevochten. Met andere krekels. Dus dat. En ik had echt 1 dikke puit naast mijn neus. En het doet zo'n pijn. Dus ik heb hem even gepoederd. Dus dat. Ik ben erg benieuwd. Ik heb mijn been nog niet ingesmeerd. En daarvoor ging ik ook echt net mijn olie thuis. Dus dat wordt dan. Maar dan even vaseline. Plan B. Maar toch. Ik besef ook dat ik mijn andere handtasje ook thuis ben vergeten. Dus ik heb niks bij. Ik heb niks bij me. Is er bij me? Niks. Geen portemonnee, geen ID, niks. Dus dat. Maar goed, we gaan een gezellige dag van maken. Ik vind het heel spannend. Kian heeft er zin in. Kian, heb je er zin in? Ik wil even een interviewtje met. Hoe voel je je? Goed. Heb je er zin in? Ja. Zin in? Si. Wat eet je? Noodles. Ah, dat is niet echt musical sterrenvoedsel. Oké, nou we moeten een beetje haasten, want het is marathon in Rotterdam, dus... Oeh. Dat is gisteren echt gezellig. Oh ja, en vandaag hebben ze mijn wimpers even gewoon plakken aan die andere wimpers. Oh.
Vandaag beteken ik 7 jaar verkering. Gisteren hebben jullie gezien dat ik niet gisteren hebben jullie, vanochtend hebben jullie gehoord dat hij eigenlijk nog niet met me wil trouwen. Althans niet wil trouwen, want hij was niet enthousiast genoeg. Denk je nog steeds hetzelfde over? Ja. Nog steeds niet trouwen. Wil je niet trouwen? Je stelt alleen maar vragen. Wil je trouwen, ja of nee? Weet het niet. Hoe weet je het nou niet? Mijn mama heeft me al die jaren voor de gek gehouden. Voor de gek gehouden. Jij hebt altijd tegen mij gezegd 2023 gaan we trouwen. Nee, niet zo praten. Jawel, je zei eerst een huis, ik ben een baby en dan gaan we trouwen. Nigga, je hebt alles gehad van mij. Het is april, 2023 is nog vol in gang. Dus je bent weer voorbarig. Dat van vrouwen toch? Als ze 1 januari 2024 ik nog geen verloofdstelling heb gehad, dan moeten jij en je kind in de serre slapen. Wat heeft mijn kind er nou weer te maken? Zomaar betrek ik mijn kind erbij. Daar weet je het alvast. Nee, oké. Okay. Dus dat. Maar nu ben ik een beetje bang geworden van die Hakimi. Hakimimi. die Hakimimi. De camera ziet niks. Oh, sorry. Hakimimi. Heet de Hakimimi toch? Wie? Van. Voetballer. Ja. Hakimi. Hakimi. Waarom ben ik bang dan? Dank je zo wel. Ja, je leest geen nieuws. Helemaal wel, want ik heb het op TikTok gezien. Wat heb je gezien? Op TikTok werd het heel kinderlijk uitgelegd. Oh, nou. Dat hij wordt verdacht van dingen. En zijn vrouw wil gaan scheiden, maar hij is de hel van zijn geld. Maar hij heeft al zijn geld op zijn maat en rekening gezet. Jawel! Lang verhaal. Alles staat op zijn naam. Ja, dat bedoel ik. We gaan ook wel een stukje filmen bij de première. Laten zien hoe het is als het mag. Nou, we zijn natuurlijk geen BN'ers. Nee, we maken een paar vlogjes van net 10 mensen. Maar voor de rest zijn we nog geen BN'ers. We komen niet van plan. En we gaan kijken wie we daar zien. Het zijn wel leuke mensen. Ik ben nooit fan van iemand. Behalve van Sharad Kroos. Voor de rest van niemand. Dus ik dacht van, ik krijg zien de poep. Ja, dus we gaan zien wat we vandaag allemaal tegenkomen. Toedels! Jongens, we zijn bij de première van Kian. We waren super laat, volgens mij een half uur. Glitterjurk aan. Mijn been buiten. Don is in zijn pak. We hebben net patat gegeten. In de auto met mijn vader. Nou, we gaan zo naar onze plekken toe, over een paar minuten. En dan gaat het feestpunt erg druk. Ik ben benieuwd of je nerveus is. We gaan het zien. Wat doe je hier? Hier, 6 bakken ingang. Oh. Nee, hier. Ja, we wachten. Zullen we hier even wachten op alle ouders? Hier, hier. Dankjewel. Oh. Ik zat al heel erg zo. Dus 6 aan. Nee. Nergens staat 6 aan. Oh, ik denk dat mijn moeder ergens... Balkon ingaan! Balkon! Zeg, Brayman, we zijn echt VIP. Ik heb geen idee waar ze twee mogelijk zijn. Nou, we zitten eindelijk ergens bovenaan. Hello. Alle andere kindjes. Alle ouders zitten hier. Zelf. Nee, het is gewoon voorbij. Het is nu pauze. Naar beneden gaan we even opstaan. We gaan even wat te drinken halen. En M&M's, want daar heb ik heel erg trek in. Donald was vergeten dat hij zijn pak aan had. Wachten op iedereen.
je foto's aan het maken, dit zijn die twee kindercoaches. En elke keer als ze een optreden hebben of een musical, begeleiden deze mensen de kinderen backstage. Helpen ze met aankleden, zorgen voor dat ze alles hebben wat ze nodig hebben. En het verenigde met een kamp. God, mijn voeten kunnen niet meer. Ik ben broken. Het gaat gewoon mooi samen. Nog heel even. Oké, jongens, we zijn thuis. Mama, moest je weer optreden? Nee, ik ging er naartoe voor de leuk. Zegt u? Ik ging er naartoe voor de leuk. Ik ben kapot. Papa, Deki. Kijk, Deki. Ga bij Deki. Echt? Ga bij Deki. Een goede avond gehad? Ja. Mama en ik dan? Mama, ik ga je goed leren. Kijk. Oké. Maar je ziet er mooi uit. Want je houdt het zo. Je hebt gelijk, maar je ziet er mooi uit. Nee, dit is de eerste keer en de laatste keer dat jullie me zo gaan zien, hoor. Is het goed uit? Hierboven ook, hierboven. Ja. Een beetje lekker was. Hoe gaat de zijn naar bed? Morgen nodig nieuwe kansen. Gaat u me morgen naar school brengen alsjeblieft? Slap. Lekker dat ik goed. Kan u mij morgen naar school brengen? Ja, ik ga je naar school brengen. Met fiets. Hey, wat rusten, wat rusten.